Er is gevoetbald en dus bellen we dan altijd even met in ieder geval één van de kerkhofs. Soms twee, vaak twee moet ik zeggen. Maar nu één, want René is op vakantie. Willy, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hij verdient een heerlijke vakantie, maar jij neemt de honneurs waar. En dat nou net in het weekend dat PSV punten morst. Ja, een heerlijke eerste helft. 2-0 voorsprong en dan krijg je eigenlijk een... Iets wat eigenlijk niet van Lozano verwacht. Je weet dat je als voorgoede speler meestal de schoppen krijgt. En slaanbeweging op het middenveld, ja, dat is rode kaart. En dat was omgekeerd in de wedstrijd. En daarna was PSV zeker in de tweede helft niet meer bij macht om Heerenveen nog iets te kunnen doen. En we moeten eigenlijk achteraf nog blij zijn met een gelijkspelletje. Ja, het blijkt toch een moeilijke tegenstander te zijn voor PSV, hè, dat Heerenveen. Ja, dat is de laatste jaren wel bewezen. We hebben er niet vaak van gewonnen, gelijk gespeeld en vaak verloren. Ook dit jaar hebben ze thuis gewonnen en hier gelijk. Dus is de enige ploeg, hoop ik nog, die 5 punten heeft gepakt van PSV. Een angstgegner een beetje. Dus, maar helaas, ik denk als Lozano eigenlijk dat niet doet op het einde van de eerste helft, dat PSV freewheelend de tweede helft ingaat, dan is het 11. Gewoon 11 tegen 11 en dan kun je de voorsprong uitbouwen. En dus een toch wel een beetje een smet op de wedstrijd. Ja, hoe heb jij naar die rode kaart gekeken van Lozano? Ja, een terechte rode kaart. Het is een slaande beweging. Het valt me wel op dat de scheidsrechter dan voor de zware overtreding die linksback van Heerenveen maakt, dat hij daar niet voor bestraft wordt met een gele kaart. En dat is dan frappant in dit soort wedstrijden. Dus gaat ze alleen de rode kaart trekken en dan niet meer naar de hoofddader eigenlijk kijken. Want ik vind als je niet trekt aan Lozano, dan kan hij heeft hij ook niet de kans om een slaande beweging te maken. Omdat hij dan de weg is. En als je dan gistermiddag weer bij PEC Zwolle Ajax zag, ja, de een ziet het niet, de ander ziet het wel. En dat had van klaar ook van het veld moeten. Ja, daar is heel veel gedoe over inderdaad. Veel PSV-fans die dat niet begrijpen. Meten met twee maten, dat soort dingen. Als we dan even naar volgende week kijken. Ja, het verschil is nog maar 5 punten, zeg ik dan. Want Feyenoord-PSV volgende week. Feyenoord heeft in de beker gewonnen. Stel je voor dat je daar verliest en Ajax wint. Dan wordt het wel weer krap, Willy. Ja, dan wordt het heel krap, maar daar ga ik nog niet vanuit. Nee. Ik denk dat PSV bij macht moet zijn om Feyenoord te verslaan. Dit is een incident geweest. En ik denk als het volgende week PSV weer een volle sterkte dan zonder Lozano. Maar dan moet PSV toch ook in staat zijn om Feyenoord te verslaan. Dus ik ben nog hoopvol gestemd voor de verder verloop van de competitie. Alhoewel het nog heel moeilijk wordt. En zonder eigenlijk van de 2 punten die je eigenlijk weggeeft gisteren. Ja, 7 punten, dat is toch wat comfortabeler. Maar goed, afwachten wat er volgende week gaat gebeuren. In ieder geval een kraker op het programma. Eentje om de vingers bij af te likken. En dan Ajax tegen ADO, dat is de concurrentie. Willy, dankjewel.